Een hele goede morgen. Welkom of welkom terug op mijn kanaal. Mijn naam is Tonja en ik ga een weekendje naar Center Parks. Ik zit nu. Ik zit nu in de auto. Ik zei even langs de weg hoor. Maar. En ik ga nu naar Amsterdam rijden om mijn vriend op te pikken. En dan gaan we naar Limburg. Dus ik neem jullie mee. We zijn er! En we zijn gekomen met de auto. Ik zal de auto even laten zien. Kijk hem gaan. Voor de mensen die het niet weten, dit is de auto van de garage van mijn ouders. Bepaalde car service. En die kan je gewoon huren. Dus wij hebben dit autootje voor het weekend. Wil je wat zeggen? Blij dat ik er ben. Hij gaat daar omhoog, dat heb ik niet gezien. Oh ja. Je hebt nu ook twee vragen. Ja. Wel dat? Ja, strafslag. Ze moeten op hetzelfde plekje terugleggen. God, dan lag je hier, hè? Nee man. Nee vriend. hij lag hier of zo. Vals spelen, het is allemaal vastgelegd. Dit is je derde slag, toch? Ja? Dit gaat er natuurlijk ook niet in. Dat moet je niet zeggen. Vijf. Wij zijn net terug van de snackbar. We hebben even eten gehaald. Kijk nou, oh wat lekker. Het was vandaag echt wel een chill dagje. Het is nu echt iets van 6:30 of zo. We hebben vanochtend gemidget golf, getennist, daarna gechilled. En toen, wat hebben we toen ook weer gedaan? Oh ja, gebold nog. Oh, ze hebben dat echt super slim gedaan. Kijk nou. Dat is echt slim. Ze hebben er een dingetje overheen gedaan. Want dat scheelt ook plastic bakjes. Oeh, lekker. Gaan we hout halen? Zo, of een half uurtje. Oh, ik dacht nu. Ik was me helemaal klaar aan het maken. Dat is echt raar. Ja, waarom deed ik dat? Als we er echt over hebben, dan denk je altijd dat we het meteen gaan doen. Ja, gaan we nu. Ik Tonja, het lijkt me wel leuk om een keer te gaan zwemmen. Ik wilde je vragen wat je van je berenhap vond. Ja, ik zeg het. Wat hadden ze gedaan? Ze hadden geen pindasaus op. Ze hadden geen pindasaus. Ze hadden curry en mayo. Erop. In Limburg hebben ze curry en mayonaise. Of het is, was een fout, maar ik denk het niet. Ik bedoel, nee, je maakt zoveel... Dat doe je niet per ongeluk. Nee. Twee sausen erin. Dit gaat of heel lekker zijn, of een teleurstelling. Je ruikt het wel, hier. Ik vind het aardbei wel fris.
Oké, maar ik heb liever bijvoorbeeld met die koeken. Mmm. Van Milka. Je proeft het wel heel subtiel, maar het is vooral natuurlijk zo'n chocola. Zeg wel lekker. Goedemorgen, het is zondag en wij gaan zo meteen even ontbijten. Badmintonnen ging goed. Beter dan tennis. Even opgefrist en zo in het huisje. Het is nu bijna 1 uur. En zo meteen gaan we super golf doen. Dus dat is golf, normaal golf. Alleen dan zijn de banen korter en de hole is groter en het balletje is groter. En volgens mij zijn de rackets, clubs, die zijn ook groter. Ja, en makkelijker vast te houden en zo. Ze zijn niet... Ze zijn niet van staal, toch? Ze zijn nooit van staal. Nou. Ik heb dan geen ongelijk. Hij was heel erg hard. Kom, niet terug. Nou, wacht, ik ga even de bosjes in. Dat telt als een strafslag, hè? Ja hoor, schat. Iets minder hard misschien. Of in ieder geval de juiste kant op. Wij zijn heerlijk een middagje aan het chillen. En we gaan zo meteen zwemmen. Het is nu 4:30. En de deur gaat zeg maar kwart voor 5 open. Maar dan staat iedereen nog in de rij en zo. Dus we wachten gewoon even. We gaan hier 5 uur weg. Want die deur is 4:30 open. En ik heb... mijn badpak aan. Mijn nieuwe van Naked. Dit is echt een van de weinige badpakken die ik echt leuk vind. Kijk eens wat leuk. En hij is zeg maar wat hoger in die afsnijding. Ik heb natuurlijk ook wel bikinis. Ik had eergisteren een bikini aan. Maar soms is het gewoon, vind ik het leuker om een badpak aan te hebben. Want dat vind ik gewoon meer bij mijn... lichaam passen, zeg maar. Ik heb hele lange benen en best wel grote borsten. En soms als je dan een bikini aan hebt, vind ik het nog zo van in your face. Hier zijn mijn borsten. Dus dan is een badpak meer, verbergt dat een beetje of zo. Dus soms vind ik dat wel fijn. En ook met PDS natuurlijk. Met mijn buik. Soms op vakantie eet je rare dingen en dan is een badpak wel fijn. Want dat verbergt het allemaal een beetje. Dus dat is fijn. Dus dan ben ik zwemmen en dan... gaan we vanavond macaroni eten en nog een rondje wandelen, geloof ik. Het is maandagochtend. Wij zijn ons aan het klaarmaken om naar huis te gaan. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik vond het in ieder geval echt heel leuk. Ik heb echt genoten het weekend. En we hadden dit echt even nodig. En ik zit natuurlijk ook nog in mijn afvaljourney. Dus mocht je daar meer van willen zien van de series over de coronakilo's. Kijk dan ook zeker even op mijn kanaal. Want daar heb ik ook al wat video's over. En er komen nog veel meer video's over. Ik heb ook een gedeelte van de video hier opgenomen over tips om een beetje on track te blijven als je weg bent of op vakantie. Dus mocht jullie die willen zien, die komt er als het goed is aan hierna. Dus abonneer op mijn kanaal als je die wil zien. Like deze video als je hem leuk vond. En ik hoop dat ik je de volgende keer weer terugzie.